Goeioen en welkom bij het twadde pad van het Grut Friesk Dictee hier live vanuit de steertenseel van het provinciehuis in Ljouwert. Ben je maar Rik, zo benijd naar die uitslag? Je hebt er al hier even naar gehad, tussen troch. Nog een soort ding tjinkaam. Ja, dan toch wel, hè. Nou, we hebben even wat deelnemers erbij zag, want ze binnen nog hield niet on het Noisjen. Dus de uitslag is nog net bekend. Twee studenten die het Friesk studeren in Grains. Maaike Andringa en Meinert Reutsma. Nou, hoe is het met je, Gien? Nou, het tocht eerst wel goed, maar hoe langer we erop praten, hoe minder dat het wordt. Hield dat ik van die? Ja, je mag er nou eens net meer op praten, want dan nee. Begint te prakasseren en dan denk je, ja... Misschien heb ik het toch wel verkeerd. Maar... Ja, wien de bepaalde wudden die je hem, nou ja, oral jaren in de gang? Ja, er wien wel een paar, ik vond, mag je het nou ook schreeuwen of net met je live muziek? He, mag je dat nou ook schreeuwen, ja of nee? Of streek je ertussen? Ja. Dus ja, ze wien er wel meer. Ja, want hoe leer je hem dat bij de studie? Kom ik dit soort wudden dan voorbij of is dat toch wat modernere taal? Nou, ze komen zeker voorbij, maar het is voor nu het eerste eer dat we dat krijgen. Dus het is gewoon een skofke lien. Ja. En ik ben nou alle keer uitzonderingen bij elkaar, dus het is best lastig. Ja. Toch nog een beetje vertrouwen in? Een goeie hoor in? Ja, nou, we zullen het al wachten hoe het Mayim gaan zal. Dank in elk geval, Farab Maidwan. Ja, aan de andere kant, twa pomeranten die we er even bij hellen. Hè. Willem Verf, oud-politicus. Hoe lang is het, Lien, dat je hier in die zeel zit? Hè? Nou, ik zie het daar. Kijk naast het plekje wat ik altijd zie. Het. En dat dus is dat nou, viel er wel vertrouwd. Dat is nou tolven je verlien. Okay. Maar, als je politicus, ja, dat is één kant. Maar ik ga oefenen toch zij zo'n masterskeren ja, natuurlijk. Hè? Jou hebben ja. Les die net stilzitten. Nee, vaar het niet nee. Niet, hè? Maar hoe is dat dan om zo'n dictee mooi te schreeuwen? Wanneer dat dan toch dreigt? Nou, het zou me vernuveren, ja, ik bij de top 3. Maar Karin is een heel aardige vrouw. Die had het dus echt net altijd dreig maken. Dat gevoel heb ik wel. Maar misschien ja. Valt het af. Ja, je weet het net, hè? Ja. Nee, je hebt er even nog nooit praten in. Theo Smeders, acteur. Ja... Hoe wie het nooit praten? Nou, was er zenuwachtig van? Ja, dat begint echt van te twijfelen. Ja. Omdat het voor een gevoel heel veel wel bekend is en wat wel goed kunnen is. Maar toch de tijdsdruk en de snelheid, maar je toch wel heel snel nadenken en wat je opscrollen. En dan, nou ja, dan is de vraag wel even, is het nog goed of net? Is het nog een soort ontskrossen west? Ja, daarna je wel. Ik wil teams het naar je verhaal, hè, dat oezicht even. Ja, dan begint te twijfelen en te scrossen en dat maak je natuurlijk nooit meer. Ja. Wat voor wut waar nou het vaakst nog neemt, niets krijgt in het skoft? Ah, ik kies de meeste ben ik persoonlijk moeite om hier bij het barbecueën. Oh ja. Dat is echt... Ja, maar een BBQ komt ze net nee, daarom. Dan, en dan merk je toch echt wel een beetje dat je misschien van een nieuwe generatie bent. Maar dat je wel heel snel na je ding typen en sms'en. En dat je toch wel weer even schreeuwen moet. Ja. En voluit schreeuwen moet. Dus het is wie zeker wel even... ik vond het net altijd even makkelijk. Nee, nou, we zullen Sjen goed het barbecuen. Want ja. Ik denk vast dat we die dadelijk nog even behandelen zullen. Hoe we dat scrollen. Succes dadelijk, Maart Nijsjen. Je mag ik nou in plak waarom gaan. Ja, we zijn zelfs heel benijd hoe het Elsen in het maken heeft. Jo, thuis denk ik. Ik wil de sociaal dictee even terugnemen. En daarvoor hel je de voorzitter van de jury er even bij. Hendrik Seijns. Ze ben nog net klaar, hè, met Maasje? Nee, dreig. Ja, ja, ja. Wie het echt dreig? Ja, de wie en ik een paar gevallen, dan stien ze nog net in dat, dictee, zeg maar. En dan kwamen toch weer twijfels van, moet het nou dit of dat wijzen? Hij kwam dat het wel eens een keer zal lezen, waard in zal lezen. En dan moet je verschil beide dingen goed rekken hier. Dus, en dan moet even hoe het ja, worden. Ja, dan waren nog even gediscussieerd. Ja. Ja, maar willen er een soort flaters maken? Ja. Oeh. Ja, nee, ja, dat valt wel taal aan de ene kant. Het zijn uiterste verzelfs. Meesten die wat meer flaters maatje, maar ook de kampioenen, zeg maar, die het goed maatje in de buurt van de 5-6 flaters zitten. En dat, ja. Zo, dat is een goede score. Ja. Ja, nou. Ja, nou wordt het heel spannend. Zullen we dictee eens even tron nemen? Ja, goed. Dan keren we er al hier eens even naar Sjen. En alle discussies die het viert binnen in het skoft, die nou, keren we dan hier nog even naar doen. We beginnen met de eerste alinea. En de ja. Meesten thuis, die krijgen hem te Sjen. En Hendrik, die zullen hem even voorlezen. Het is net meer wat het West had, zei Klaas, en zette de hege drugspuit op de huskewijn van Tjitskes toiletwagenverhuur. Het smarige wetter spatte van het besluin aan en roen oer het weken beige kleurig zwilk het twargeis in.
Nou, wat erin opvoelt, dat wie beige kleurig. Dat... Ik ken eerst de hele zin, de hele alinea. Zin, ja. Ja. Skraag gewoon 100 man zitten bij de tenierjoen. Op de disco kwam er een protje jeugd aan. Zelfs voor de preek krijgen wij joertedaai de tinten net meer vol. Nou, dat wie een hele zin, hele alinea. We hebben even die stikjes brutsen. Het eerste pad, wat wie een derde swirrig heen? Nou, wat opvoel dat wie beige kleurig, beige dat mij helemaal verfrisken worden als vreemd wordt, dus of mat zelfs verfrisken worden, dus beige mij B-E dakje Z-J-E. En wij voelen nou wel wat gevallen dat er het op zijn Nederlands, uiteindelijk op zijn Frans, stier beige mij B-E-I-G-E. Ja. Ja. Nou, Oet Westerhof die hier hem goed, of net? Ja, die zie je het alleen met de voeten. En, wat wie nog meer? Dan wie er Perslijn of Parcelijn zat Karin voorlies. En dat die was een twijfelgeval, maar we hebben echt wetboeken bij. Hoor. En de schreeuwwijze is toch Parslijn. Dus Parcelijn, dat is verkeerd, steeds zo net in het wetboek. Nee, ja. Soort mensen die dat fout hien? Parcelijn, ja, toch die E ertussen. Maar ja, had een heel soort het fout hien dan. Ja. Nee, goed. Begin naar het volgende stuk van de zin. Waar wie een derde swirrig heet? Nou, dat begint met skraag on. Die CH van skraag, die kan ik hier en daar zien als gay. Maar dat maakt duidelijk een CH wijzen. En dan zitten we nog even met You to Die. Daar heb ik de woordboek een ek op Niceline. Het nijste woordboek, dat is You to Die met streekjes on. Waar maar in een andere woordboek, daar werd het ook losgeschreven. You de en die. Dus die beide vormen heb je goed rekenen. Nou, daar klikt iedereen van ja, dat hien wij wel goed. Ja. De twanne alinea. Eeuwen aan een wie de merken het hechtepunt van het ier. Dat elsenien, jong en oud, arbeiderslui en treftig volk om mij die. Het hoes hemelen, de keimolken, de jeeltpongen vol. Men gong 3 dagen lang fleurig op het feest in, zonder je te bekroodzien om de dag van morgen. Nou, voor dadelijk het eerste wut al, werd meesken... Ja, het eerste wut, dat uwen on ien. Hoewel er on ien steeds met uwen on ien losse schreun worden. En dit weer eens de makkelijkste zin van het dicté, hier ik het idee. En in het tweede gedeelte, daar fleurig op, dat moet dan weer onlijk als schreun worden. En daar zeg ik hier en daar dus wel dat het los weer. En fleurig, dat moet met een CH. En dat zeg ik hier en daar wel met een G. Komt vaak in het Fries voor, hè? Dat het weer werd gevonden van de CH. Ja. Alinea treinen. Dat wie de stroffelstien. Nou, lees hem maar voor. Ben stritslieren walle valiant. Ja, oh, daar hebben we hem al. Ik hel je ook net in, Sean, dit goed hier. Nee, ik heb ze net alle 40 Sean, ja, dus dat ken net. Nou, je kunt ook zien hoe de boskreun weer mat. Ben stritslieren walle valiant door het dwarp. Ploegjes jong feinten en vallen, kuier en schimmerjongens door de borden, om Ljunsk naar een warte looitje, stiekem te moeskapje en letter tutsje boetsjend oer de merken te strunnen. Nou, een prachtige alinea. Dat walje valje, net die niet goed? Nou, Greg wat wel. Wat betjut het eens? ja, weet u jou het? Ja, bladelijk hoe de streten gaan. Ja. Er zit ook wat van, ja, wat raal in zuur in dat je gewoon je vrij daarover bewegen en staan. Ja. Zo wat. Zo heb ik de merken vroeger ook niet viert, ja, dus. Maar dat broeken wij net meer. Nee. Zullen we het Jutta Dijk niet meer viert dan? Nee, ik jette dat trouwens dat Nienke van Hichten, maar dan zit je alweer van Jochentje 40 in haar bennenboeken, dit wordt wel broekte. Oké, nou, dan we dat boek nog maar eens lezen. Wat wij hier, ik, tussen Troffeljen, Ljunsk. Ja. Dat wie ik zo'n dregen in. Dat maak maar even staver. L-J-U-E-N-S-K. Ljunsk. Oeh. Goed? Fout? Nee? Net goed? Net goed? Wie hem wel goed? Twat Tomke zeg ik daar? Ja. Ah, dat is weer punten. Ja, die had alles goed. Het andere heeft alles goed. Ah. Oh. Er zit nog meer... ja, toekeltjemmin, om het maar even te zeggen. Ja, moeskapje. Moeskapje. Wat die daar dregen? Dat kan wijzen dat de meesten daar aan die tachten van mat moes naar mijn OE of u mijn dakje. Maar wij broeken hier nog de oude stavering, dus dat bleef moeskapje. Wat ze onder Friesland joggen, dan kan ze mat in de moes worden. Ja.
Dat, nee, maar dat uiteindelijk voel dat wel dat wordt. Dat waren een heel soort wel goede dingen. Ja. Tutsje-watchend, dat maar gewoon onwaskeren worden. Nou, een watchie is verder wel een bekend wordt. Dus. Oké. Okay. Nou, alineer voor jou. Ja. Boeren en handelers kochten vee op een merk. Orenbeesten waren wreed offeren bij barbaarske en grauwelige volksvermaken, likas wannegevjochten, katkneppelien, zwintjetik, gwozeloeken en het verneemde geestmer hoenewippen. Troch een touw strak te loeken, waard een hoen de loft in smieten, die het bij het delkom op een klinkets meestentijds net oerlibben. Nou. Dus je gaat bloed oorrollen spatten met dit twee jaren. Ja. Ik weet net hoe te modereren streekjes op het papier wie in deze alinea. Het eerste pad maar even tron nemen. Bij het eerste pad zie je het grauwelige. En dat grauwelige, daar zit een streekje op de E. Omdat je oors grauwelige lezen. En dan moet er in het Fries even een streekje. Omdat die E even wat klamte, Jan. En de tweede... Wat wel voorkwam, ek in grauwelige, dat het maar CH skreun waard. En nou is het wel zo dat de G-klank aan de eifene wordt altijd maar CH skreun wordt. Maar als het in, erin komt, dat er nog de E erachter komt, zoals in grauwelige, dan wordt het een G. Duidelijk. Het tweede pad. Dat, ja, dat is het meest wel goed maken, dat, die tweede. Ja, dat zie je net echt hele grote toekomstjamming. Nee. Nee, het geest met hoenewip nog even nu het eerste stik, dat moest maar een haatletter. Ja, omdat het van de geest, er eens je mijn geest komt. En ja. Een van uw correctoren komt er ook bij. En we kennen maar nog vregen dat hij dat wel eens niet had. Nou, we beginnen naar het beheerde knibbelfiel, de vijfde alinea. Ja. Voor de dwarpsbewenders zelfs wien er ek nuver aardige spultjes. Vanzelfs het wijstige kroderieden en het aairennen. Maar onder invloed van de branden wie maar zien op een matinee en ek het al aarde knibbelvielen, dan moesten de maalje de boksen opstroepen en de vrouwje blien zich onder al of net bejere knibbels vielen, at die van haar oren helten wien afdags van een boer van boeten uit. Nou, we pakken het eerste pad er maar even bij. Wat we in derde dregen wun. We hebben mensen kunnen stroffelen. Ja, het is wat maar die dakjes en die streekjes in het Fries verzels. Mm. Wij maken het nog wel op en wij net. Maar wenstige, daar hoort het dus weer net op. En dat stier hier en daar nog wel aardig. Dat wie wel onder dak, om samen te zeggen dat wordt. Ja. Dan hier we alle aarde. Van alle, het alle aarde knibbelvielen. Dat. Ja, daar zit je met de twijfeling van mat dat onelkoor of los, maar dat jouw de wetboeken naar weer onelkoor. Nou, en knibbelvielen, dat wie mijn verwachting van dat, nou, maar dat is uiteindelijk toch wel aardig goed beschreven alle keer. Ja. Misschien de meest genoemde viening met knibbelvielen, ik weet het net. Ja. Het tweede pad van deze alinea. Daar zie je het weer wat een dreiger wordt in dat wie blien zeer. Ja. Zoen je, verwacht je misschien maar IE, blien zeer. Nou, IE net, maar jij er met dubbel I. Omdat het kan ook wat langer zijn, ja. Maar dat wie in dit geval net zo. En het maakt weer onelijke schreeuwen. En het is ook weer wat een ouder wordt misschien. Ja. Om dit nou eens te jaren, valt het dan nog taal? Of, Nee, Jerik, daar. Hier wel aardig. Ja, oké. Okay. Nou, dan geef ik jou verder. Alinea 6. Maar zo is het dus al lang net meer, zei Klaas. Het doensje van de Schatse treien en Fokstrat. Op live muziek van de Wico's moest uiteindelijk wieken voor de decibellen van trance en techno. Voor het dwarpsfeest bleef je net meer thuis van het werk. Het is een gevaar voor de carrière. Denk maar aan de risico's op blessures bij de Seiskamp. Nou, zus het maar. De Schatse treien. Onderkoor of maar streekje? Wat denk je? Twee losse woorden. Haatletters of net? Twijfel in de zeel. Nou, verlos eens. Geen haatletters. En het woordboek jouwt het in alle gevallen, dus alle woordboeken die hier gelden als norm, maar een streekje tussen schatsen en treien. De Wico's. De Wico's. De Wico's, dat is een eigen naam. En bij Wico's dan wel dat wel verzeld, dat je denkt, oh, mijn haatletter. Maar de
dat jet ik bij de Wico's, dus dat maakt ik mijn haatlever. Wie hebt al niet schrikt, wie ik even in de jurykamer. Der hier, het jurylid dat ik hoor, de Engelse termen die erin zitten, die waren ik nogal verkeerd speld. Ja, trends en de techno. Trends en techno. Die binnen hier in de dictée schreun als trends en techno zat het ook op zijn Engels. Maar ze ben ik duidelijk op zijn Engels uitsprutsen. Dus dat hebben wij goed rekken. En verfrieskingen daarvan net. Omdat dan, ja, hoe maak je een Engels uitsprutsen wordt nou verfriesk je. Dus daar hebben wij van zijn van, we houden het echt op zijn Engels. Het tweede pad van deze alinea. Dat weer de carrière. Misschien dat Gwommeesken haar carrière nou in Frieskreeuwen voorbij is. Wat was er fout in die? Daar zit een I in, carrière. En die kan wel gauw als J voor het licht. En dan moet er op die E een dakje om hem lang te maken, zijn carrière. En dat dakje, dat miste dan ook wel weer eens. Ja. Oh ja, Jerik, daarachter in de zeel. Net goed? Wel goed? Net goed? Nee, net goed. Begin nou Alinea Song, de laatste. De laatste. De avonturen achter de tinten binnen Liekwals nog hield hij te zelden. Boerlieu die zomerdags wekelijks maaien waar barbecuen op een oprit. Maar, nou de boervrouw van nummer 6 en boerman van nummer 8 te geren op het dwarpsfeest het vlees ekkers oorskeren wonen, eindigen in een skierding in de vorm van een houten sket tussen beiden bij de opreeddel, maar alleen nog bij neet nog een rjocht van reet. Nou, maar even het eerste pad van deze alinea erbij te pakken. Theo, die hiert er al hoor. Barbecuen. Nou, kom maar op. Ja. Nou, dat is best een vervelend Engels woord. En dat kan dus ook op zijn Engels schreeuwen worden. En dan is het barbecue, maar Q-U-E. C-U-E. C-U-E, ja. De jury verslaat er ook al in. En... dat stier ik in de woordboeken als barbecuen op zijn Friesk. En dan is het maar een K-J-U dakje. En die ben beide dus goed trekken. Ziet er een goede variant tussen? Nee. Nee, spietig. Ja, het in het oors. Nou, het tweede pad van deze alinea, daar zie je het net zo gedregen. Nou, daar zie je het tussen beiden nog, dat onlokkerskruim weer de mat. Dat wie het laatste en pad dat wie het van laatste, de alinea. Ja. Ja. En dan ben we er terug in. Ja. Nou, zak het je hem de moed nou heel en dan in de squon of hen er nou toch nog wel weer vertrouwen in? Waar denk je nou dat er hem heel goed maken heeft? Een poedelpries, daar kom je ook nog van in opmerking. Ja, liek het me wel, ja. Waar denk je nou dat al in je schoen hebben? Nou, dan zou ik wel eens een kans komen uit je kennen. Wie doet dat te sissen? Net op een skiën. Nee, net hier? Ja, aanzien. Nou, waar wit? Ja. Azing Walter was van de Leeuwarder Kranten. Hij had er maar vertrouwen in. Nou, zullen we maar naar de uitslag daar. Idio binnen intussen. Want ja, ze wie niet schrik nog rond de Noisjen. Daar is de uitslag. Die mooi naar de voorzitter van de jury, Hendrik Seijens. Ja. Nou, we binnen heel benijd. We zullen zelfs de schreeuwer van het dicté er ik even bij hebben voor het uitrekken van de prijzen. Karen Bies. Nou, zullen we dan maar even met de pomeranten beginnen? Dan hebben we dat maar gehad. De pomeranten. De wien pomeranten die het nou ja, barbecue dus verkeerd in hier en ik de prijs net woon hebben. De wien ik woon die dat wel goed in hier. En van de pomeranten is de eerste woorden Tieten Seijens mij achten hele vader. Nou. Het een lokweeske. Ja, dat bist helemaal verbaasd. Ja. Ja. Nee. Want ik zeg dat de koers op het scherm niet krijgt een masje en moet het scrum weer koe. En dat is elke keer, nee, oh, dat heb ik fout, dat heb ik fout. Ja. Volgens staan. Ja. En dan ik me achter in één keer volle meervlaters bij elkaar optelt. Ja. Dacht ik maar. Nou, net dus. Nee. Lokweeske, ja, hartstikke mooi. Dank u wel voor het mooi ervan. Tieten, lokweeske, hè? Ja, dan de oren deelnemers die strijden hier voor die prachtig mooie
pennen die te verzinnen valt. Ja, André Loinga, die het er al twee. Dus zullen Shen altijd misschien een tredder erbij krijgen, kin. Dan heeft er een mooie verzameling. We beginnen maar bij de nummer treien. Nummer treien. Mijn zoon Flaters Zwaan Posma Vondeling. Ja, ja, je mag erbij komen. Van het lokmeeske. Ja, hier je tocht. Je mag even een beetje hier... Nou, kreeg ik toch, ik weet het net, want dat is hier net. Dat is barbecue, heet de volle goed. Ik dacht, nou, ja, hoe is het mogelijk? Ja. Hoe kan het dat je zo goed Friese schreeuwen kennen? Ik zag een soort nij voor de dwarpskranten. Ah. Dus ik zag een heel soort Friese onder eigen. Ja. En ja, ik doe mijn best om dat zo goed mogelijk erin te krijgen, natuurlijk. Ja. Nou, dat is je goed slagen. Nou. Ja. Van het lokmeeske, dank u wel. Van het lokmeeske. Dank u wel. Ik jou heel erg het duur. Nou, leuk. De tweede prijs, die is mijn size en hele fout, Jan Ibema. Nou, ik vond het een lokweeske. Ja, voor hoeveel keer was mooi? Voor de tweede keer. Tweede keer? Ja. Ja. De vriendelijke keer zit ik krek naast de prijzen. En, ik vertel een collega van jou dat ik op Science Flaters rekken en dat vond ik wat ambitieus, maar het is toch aardig in de buurt komen. Ja, ja, het is goed inschatten. Ja. Ja. En hoe kan het als zo goed Frieske schreeuwen? Ik heb de opleiding in Grains die in Friesk. Ja, dus dat wel dat helpt. Ja. Ja, ja, hartstikke mooi. Nou, ik lok Weeske. Van het lok Weeske. Alsjeblieft. Nou, dan ben wij heel benijd. Waar het Grut Friesk Dicté 2014 woon? Kloos Fienis, het Zwaan Pas, maar hier Zoon Flaters. Jan Ibema, Saiz en Heel. En dan moet je wel denken van bij een hele Flater, dan gaat het echt om een streekje ergens op. Of om een de liedse denkjes, zeg maar. Hè? Maar het is wel heel spannend nou, hè? En er is iemand dus die de streekjes. En nog krijgt even een better set hier. Die het een streekje in zijn voornaam had. Saiz Flaters, André Loinga. Ja. Lokmeeske. Ja, dank u wel. Ja, dank u wel. Ja. Weer, hè? Ja, ja. Ja, ja, ik maak het orenkeerst maar net nooit, man. Dat, Nou, je krijgt een mooie pennenverzameling ja, bij, dank, ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, toch dan die eerste prijs in de wacht slepen. Ja, ja. Ja, toch stiekem een bol ambitie verwachten? Nou ja, hier net zo... winnen net een soort woorden. Nou, toen werd ik van tocht dat ik die fout hier... Nee. En die fouten, die jij ik alleen nog maar... komen bij het bespreken, Troy Hendrik. Dus, ja. En toch, nou, zit dat nou? Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, neem deze pen dan in het vervolg, man. Want ja. Die is weer nij en die kunnen weer even een schopje maken. Dank u wel in elk geval voor het maken. Dank u wel. Nou. De winnaar dus van het Grut Friesk Dicté 2014, André Loinga. En ik hoop dat je hem thuis ik een beetje leuk vond om mooi te dwaan en mooi te schreeuwen. En daar met ik al hier even nice Shen kennen. Mocht het nou zo snel net lukken, net slagen wij ze hier van de televisie, dan kun je het op internet verzelfs ik even waarom vinden. Dat kun je op je eigen internetside www.omroepfriesland.nl/Friesk Dicté. En het stiet van morgen al ik op de side van de Friese Academie. Dus... heel soort succes in elk geval met al het Friesk wat je hem scrollen. Jim, Jerik, tegen dank voor het maaien van alle hier. Heel graag nog een keer en nog een hoffelijke joen. Dank u wel. Nou. Van harte nog een keer. Nog een keer, hè? Geweldig, jongen. De tweede keer. Nee, dat is een heel mooi.